mag weer een video voor jullie maken vandaag. Het is een 60 plus les, dus als je jonger bent mag je niet meedoen. Zet hem dan nu meteen uit. Nee, dat was een grapje. Je mag gewoon altijd meedoen. Low impact les. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Goed, zorg dat je even een matje klaarlegt. En even iets wat je straks kunt oppakken van de vloer. Dus ik heb nu een gewichtje neergelegd, maar ook kussen zijn of iets anders. Want we gaan daar een balansoefening mee doen. Je mag eerst komen staan. Voeten mooi op heupbreedte. Buikspieren mooi aangespannen. Eén hand in je zij en stretch over zij. Probeer je arm achter je oor te krijgen. Yes. Maak jezelf lang en wissel. Lang. Wissel. Lang. Wissel. Heel goed. Oké. Doen we beide kanten nog één keer. En wissel. Yes. Goed, mag je je handen even achter je rug vastpakken en trek even aan. Zorg dat die schouderbladen mooi naar elkaar toe getrokken worden. En als je kunt, kom voorover. Probeer je benen mooi door te strekken. Plaats op heupbreedte als het prettig aanvoelt. Oké, mag je handen langzaam loslaten. Breng ze omlaag. Rug mooi rond en rol langzaam op. Yes, oké. Maak je schouders even los. Goed, gaan we meteen door met die balansoefening. Zorg ervoor dat je iets op de vloer legt. En als de vloer te ver weg voor je is, leg het dan lekker op een stoel of op een bankje. Dan hoef je minder diep te duiken. Goed, wat ik graag wil is op één been goed naar achter. Kom zo ver als je kunt omlaag. Pak het mooi op. Terug. Knie omhoog. En been weer naar achter. Leg weer neer. Terug. Knie omhoog. Als het niet gaat, mag je je tenen op de vloer neerzetten. Kom je op die manier omlaag. En zoek je op balans aan de voorkant met je tenen op de vloer. Maar als je meer kunt, strek mooi door omhoog. Oké, doen we aan deze kant nog drie keer. Nog twee. En de laatste. Heel goed. Oké. Kom weer met je gezicht naar me toe staan. Vingertoppen omhoog achter je oren. Voeten weer op heupbreedte. En hetzelfde been als wat je net in de lucht had, ga je nu weer optillen. Goed. Schouders mooi laag. Span je buikspieren aan. Knie op. En dan ga je twisten. Dus je gaat niet met je ellebogen naar je knie. Maar je twist echt mooi opzij. Lukt het niet om in balans te blijven? Tenen voor je uit en dan twisten. Dus. Op. En twist. Op. En twist. Op hoger. Oké, doen we aan deze kant 10. 9. 8. 7. 6. 5. Span je buikspieren nog steeds aan. 4. 3. 2. En 1. Oké. Goed, balans aan de andere kant. Gewicht op je andere been. En kom naar voren. Je mag je tenen eventueel op de vloer houden als je het lastig vindt. En je mag je gewicht of je kussen ook oppakken van de bank. Yes. Knie weer op. En neer. Of
als je kunt, hoger. Als ik te snel ga voor je, ga lekker op je eigen tempo verder. Is ook helemaal goed. Yes. Oké, we doen nog 3 keer. Ging je bijna? En de laatste. Yes. Oké. Gewicht weer aan de kant. Vingertoppen weer achter je oren. Voeten mooi op heupbreedte. En dan gaat hetzelfde been als wat je net opgetild hebt in de lucht. Goed. Twist. En terug. Twist. Yes. Schouders mooi laag. Span je buikspieren aan. Niet met je elleboog omlaag, alleen met je knie omhoog. En dat mag dus ook een klein stukje voor je op de vloer. Doen we nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Oké, schud even uit. Kin weer op je borst. Schouderbladen van elkaar af en rol langzaam af. Strek je benen helemaal door. Je hoeft niet bij de vloer. Je rug blijft mooi rond en vlieg even van links naar rechts. Oké. En rol weer langzaam op. Vanaf je onderrug langs het midden steeds iets hoger. En als laatste je schouders mooi omlaag en naar achter. Heel goed. Oké. Als het goed is zijn jullie nu een beetje warm. Kom lekker op je matje liggen. Voor het volgende onderdeel. Goed. Wat ik graag wil is 1 knie naar je toe. Je trekt hem zoveel mogelijk aan. Knijp hem helemaal naar je toe. En je andere been mag je strekken. En je voet mooi flexen. Een mooie lichte stretch voor je hamstring. En tegelijk pak je een klein beetje de buikspieren mee. Navel naar binnen trekken. En je rug blijft in de vloer. Oké, wissel. En wissel. 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 Heel goed. Navel nog steeds naar binnen trekken. Duw je rug goed in de vloer. Beide kanten. Nog 5. En een wissel. 4. En een wissel. Navel nog steeds naar binnen. 3. En de wissel. 2. En de wissel. Krijg je last van je nek, dan ondersteun je hoofd. En de wissel. Heel goed. Oké. Mag je je hoofd lekker neerleggen? Schouderbladen mooi omlaag en naar elkaar toe in je rug. Doe je rug weer helemaal in de vloer. Navel naar binnen trekken. En dan mag je je voeten, probeer ze onder je knieën neer te zetten. Goed, duw je rug helemaal in de vloer. Haal eerst je billen van de vloer. Dan je onderrug. Dan het midden van je rug. En dan iets hoger. Zorg ervoor dat als je omhoog kijkt, dat je je benen nog helemaal kunt zien. Dus dit wil ik niet zien. Mooie rechte rug. Is beter voor je rug. Knieën mooi op heupbreedte. Bilspieren goed aanspannen. Oké, beginnen we met ons linkerbeen in de lucht. Ik wil graag knie op, tik de vloer aan. En op, tik, op, tik. Hou je buikspieren nog steeds aangespannen. Tik, op, tik, op, tik, op, tik.
Oké, neem je ademhaling mee. Adem uit wanneer je been omhoog komt en in wanneer je omlaag brengt. Doen we nog 10. 9. 8. Kom op. 7. Blijf hoog. 6. 5. 4. 3. 2. En 1. Oké, voet weer op de vloer en laat je rug weer langzaam zakken. Goed, opnieuw. Knieën naar je toe. Armen er even omheen en rol even over je wervels van links naar rechts. Nou, en je raadt het wel. We gaan de andere kant ook doen. Voeten weer plat op de vloer. Schouderbladen naar elkaar toe. En eerst je billen van de vloer. Dan je onderrug en dan het midden. Beeldspieren mooi aanspannen. Knieën op heupbreedte. En andere knieën in de lucht. Op en tik. Op en tik. Adem uit en in. Hou vol. Buikspieren nog steeds mooi aanspannen. Blijf hoog met je billen. En we doen nog 10. 9. 8. 7. Tik. 6. Tik. 5. Tik. 4. Tik. 3. 2. En 1. Oké, laat maar weer zakken. Knieën weer naar je toe. Rol weer even over je wervels van links naar rechts. Goed. Klein oefeningetje. Voorloper van de volgende oefening. Maar dit is even om ervoor te zorgen dat jullie je buikspieren goed aanspannen. Goed. Als ik gewoon kom liggen, zo. Kijk, dan heb ik hier ruimte. Je kunt hier onderdoor kijken. Zorg ervoor dat je rug op spanning blijft. Dat je ribbenkast mooi gesloten is. Dat je bekken een beetje gekanteld is naar voren. Dat je je navel naar binnen trekt. En dat je rug overal de vloer raakt tijdens de hele oefening. Kom je toch los met je rug, dan ga je te ver. Wat ik graag wil zometeen is handen in een driehoek onder je billen. Rug blijft in de vloer. En dan ga je de vloer daar zo aantikken. Als je niet bij de vloer kunt en je toch loskomt, hou je ze in de lucht. Dan ga je zo ver als je kunt. Maar ik wil eerst dus even deze oefening. Laat al je spieren maar eens los. En span ze maar weer aan. Navel naar binnen. Los. En span weer aan. Los. Span aan. Oké, doen we nog 5. Span. 4. Spanning. 3. 2. En 1. Oké, handen weer in een driehoek onder je billen. Schouders laag. Tafeltje van je onderbenen. Benen blijven bij elkaar. Tenen gepoint. Rug blijft in de vloer. Kijk eens of je bij de vloer kunt komen. Mag ook in de lucht blijven. Als je verder kunt, tik. En op. Tik. En op. Navel is naar binnen getrokken. Neem je ademhaling mee. Adem uit. En in. Uit. En in. En uit. En in. Uit. En in. Uit. En in. Rug blijft nog steeds in de vloer. Hou je buikspieren nog steeds mooi aangespannen. En dan doen we met z'n allen nog 10. 9. Kom op. 8. Buikspieren blijven aangespannen. 7. 6. 5. Heel goed. 4. 3. 2.
En 1. Oké. Pak je kniehaltes mooi vast. Maak je rug zo rond als je kunt. Duw je benen van je af en probeer eens zonder swing omhoog te komen. En lukt het niet, dan swing je een beetje. Kom je weer rechtop zitten. Oké. Mag je opnieuw omlaag. Op controle. Zo min mogelijk plof. Kom op. Laag, 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 laag. Navel naar binnen trekken. Rug zo rond als je kunt. En omhoog. Doen we nog 3 keer. En omlaag. Heel mooi. Nog 2. Als ik te snel ga, pak lekker je eigen tempo. En omlaag. En de laatste. En dan mag je rechtop blijven zitten. Yes. Oké. Goed. Kom even goed of stevig op je billen zitten. Billen een beetje naar achter. Voeten mooi. Voor je uit op de vloer. Borst mooi op. Navel naar binnen. En kom een klein beetje naar achter hangen. Mocht je nou toch te veel last van je rug krijgen, kom je wat meer rechtop zitten. Kun je wat meer aan, dan kom je verder naar achter. Oké. Wie van jullie kan er boksen? Ik niet, maar ik ga mijn best doen. Oké, ik wil graag een punch overzij. Dus die kant op. Naar het midden, wissel, punch. Wissel, punch. Terwijl je mooi rechtop gestrekt blijft zitten. Punch. En punch. Ha. Ha. Buikspieren mooi aanspannen. Wordt het te zwaar, dan kom je iets meer rechtop. Zo ook helemaal prima. Kom op. Ha. Ha. Oké, beide kanten nog. 10. En wissel. 9. Wissel. 8. Wissel. 7. Wissel. 6. Wissel. 5. Kom op. Wissel, borst blijft op. 4. Wissel. 3. Wissel. 2. Wissel. En 1. Wissel. Heel goed. Oké, pak je knieholtes weer vast. En rol weer zonder plof naar een licht. Yes. Oké, jullie mogen op je zij komen liggen. Goed. Strek je onderste arm mooi onder je hoofd door, zodat je erop kunt liggen. Knieën mogen mooi naar voren. Oké. Zorg dat je ruimte hebt hier onder je taille. Ik moet er echt onderdoor kunnen kijken. En duw mooi onder je schouderblad en je oksel in de vloer. Vingertoppen mogen of voorlangs voor je balans of handen in je zij. Voeten zijn bovenop elkaar. En dan wil ik graag een knie omhoog. Zo hoog als je kunt. En weer terug omlaag. Span je buikspieren aan. Op en laag. Op en laag. Neem je ademhaling mee. Adem uit. En in. En uit. En in. Oké, jullie gaan rustig door. En ik zet ondertussen even iets goed hier. Yes. Oké, ik wil van jullie nog 10. Laag. En 9. Laag. 8. Laag. 7. Ademhaling mee. 6. 5. 4. 3. 2. En 1. Heel goed. Oké, kom mooi op je buik liggen. Goed, voor deze oefening. Bilspieren aanspannen. Duw je heupen zoveel mogelijk in de vloer. Handen mogen naast je borst. Kin is naar binnen, neus omlaag. En dan kom je zo ver als je kunt omhoog. Zonder je benen op te tillen. Die laat je mooi op de vloer. En wat ik dan graag wil is uit. Duimen wijzen omhoog. En in. Schouderbladen zoveel mogelijk naar elkaar toe. Uit. En in. Neem je ademhaling weer mee. Adem uit.
En in. Oké, jullie gaan rustig verder. Kom zo ver als je kunt omhoog. Schouderbladen echt helemaal in je rug naar elkaar toe. Probeer je ellebogen naar elkaar toe te duwen. En hou je neus goed omlaag. En we doen nog 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Kom op. 3. 2. En 1. Heel goed. Oké, handen naast je borst. Duw jezelf even over je knieën heen in een child pose. Rug is mooi rond. Billen zo ver als je kunt naar achter. Strek je armen mooi voor je uit. En laat je voorhoofd even rusten. Oké, rol langzaam weer op. En dan mogen jullie op je andere zij komen liggen. Goed, strek je onderste arm mooi door. Laat je hoofd er lekker op rusten. Schouder en schouderblad is mooi in de vloer. Klein beetje ruimte onder je taille door. Knieën recht voor je uit. Vingertoppen voor je uit of handen in je zij. Voeten blijven op elkaar en knie mag omhoog. En laag. Op. En laag. Adem uit. En in. Span je buikspier ondertussen aan. Oké, we doen nog 10. En 9. 8. En 7. 6. En 5. 4. Kom op. En 3. 2. En 1. Oké. Goed. Kom weer op je buik liggen. Handen naast je borst. Span je bilspieren mooi aan en duw jezelf omhoog. Een lichte stretch voor je rug. Zorg ervoor dat je niet te ver doorduwt. Je mag eventueel je onderarm op de vloer leggen. Schouders blijven laag. En duw je heup in de vloer. Bilspieren zijn aangespannen. Oké. En span nu je rug en je buikspieren eens mooi aan. Kijk eens of je hier kunt blijven hangen. Hou vast. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en laat zakken. Heel goed. Oké. We doen nog 2 oefeningetjes. Je mag even op je handen en knieën komen zitten. Kun je niet op je knieën zitten, dan mag je op je buik komen liggen. Dan wil ik zo meteen dat je je been lift met je voet geflext. Wanneer wij ons armenbeen uitstrekken. Kun je dat wel? Dan plaats je je handen onder je schouders, knieën onder je heup. Duw al je vingers mooi in de vloer. En dan wil ik graag het linkerbeen gestrekt. En je rechterarm. Oké, kijk eens of je onderdoor je elleboog naar je knie kunt brengen. Tik aan en strek weer uit. Gaat het niet, dan laat je je knie staan en dan doe je alleen mee met je arm in de lucht.
Oké, deze doen we 10 keer. En uit. 9. En uit. 8. Uit. 7. Uit. 6. Uit. 5. En uit. 4. En uit. 3. Kom op. 2. En 1. Oké. Goed. Mag je op je knieën blijven zitten? Wandel een beetje naar voren. Kantel je bekken mooi. Zorg dat je je buikspieren aanspant. En kom in een plank op je knieën staan. Je mag eventueel op je onderarmen blijven staan als het lukt. Maar zorg dat je je bekken mooi kantelt. Oké, hou vast. Navel is mooi naar binnen getrokken. Adem ondertussen rustig door. Oké, doen we nog 10 tellen. 9. En 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En 1. Oké. Goed. Handen weer onder je schouders. Knieën onder je heupen. Of kom op je buik liggen. En dan wil ik weer die optie met het gestrekte been. Goed. Schouders mooi laag. Borst naar voren. Kantel je bekken. Buikspieren mooi aanspannen. En dan doen we ons linkerarm. En rechterbeen in de lucht. Uit. En tikka. In. En uit. In. Uit. Oké, neem je ademhaling mee. Adem uit. En in. Uit. En in. Haal ondertussen je schouders mooi laag. Ga rustig door. Is dit te veel voor je, dan pak je alleen je arm en laat je been mooi staan. Alleen met een arm uit kan ook. Uit en in. Uit en in. Doen we nog 10. 9. 8. 7. Span je buikspieren nog steeds aan. 6. 5. 4. 3. 2. En 1. Heel goed. Oké. Kom opnieuw naar achter in een child pose. Strek je armen mooi door. Knieën mogen lekker opzij. Voeten bij elkaar. Billen zo laag als je kunt. Adem even rustig door. En kun je niet op je knieën zitten, dan trek je je benen naar je toe. Oké. Goed. Jullie mogen op je billen komen zitten. Nou, vind ik jullie het super goed gedaan hebben. Voeten mooi bij elkaar. Billen naar achter. Ontspan je benen. Kantel je bekken naar voren. En als je kunt, kom je lekker voorover. Vind je het lastig? Dan wil je af op de vloer achter je. En dan focus je vooral op het kantelen van je bekken naar voren. En op het ontspannen van je benen. Vergeet je ademhaling niet.
Oké. Rol langzaam weer op. Goed. Mag je één been voor je uitstrekken? Zorg dat je goed op je billen zit. Ander been mag je er overheen leggen. Oké, tenen van je onderste voet naar je toe. En duw af op de vloer achter je. Maak je rug mooi lang. Kantel je bekken zoveel mogelijk naar voren. Even vanaf de zijkant. Daar. Voel je geen stretch? Dan kom je mooi naar voren. Dan pak je je onderste voet vast. Anders blijf je hier lekker zitten. Oké. Andere been bovenop. Tenen van je onderste been weer naar je toe. Maak je rug mooi lang en duw af op de vloer achter je. Yes, oké. Been even over elkaar heen. Zorg dat je weer goed rechtop zit. En dan mag je je linkerhand achter je op de vloer neerzetten. Rechterhand voorbij je been met je handpalm naar buiten. Maak je rug zo lang als je kunt. En duw af op je voorste arm. Yes, oké. En als het je lukt om je rug mooi lang te maken, dan mag je over je schouder kijken. Oké, wissel van kant. Arm aan de buitenkant. Zorg dat je handpalm naar buiten wijst. De rug mooi lang. Vingertoppen achter je op de vloer. En als je kunt, kijk over je schouder. Oké, terug naar het midden. Maak je schouders nog even los. Kin nog even naar binnen, kruin mooi omhoog. Even één oor naar je schouder. Langzaam voor langs naar de andere kant. Heen en weer. Oké, dan mag je het midden stoppen. Rol weer langzaam op. Vingers even verstrengelen. Maak je polsen nog even los. Yes. En een applaus voor jezelf. Goed gedaan. Het zit er weer op.